Hoi, mijn naam is Koen de Jong van Alle Sportrusten en ik zit hier met Edward Blommaert. In 1997 al gepromoveerd op autofagie en in Nederland toch wel een groot deskundige op het gebied van periodiek vasten. Edward, ik heb een vraag, want we spraken elkaar net en jij bent groot fan van gezonde darmen. Klopt. Waarom zijn die darmen in jouw ogen zo belangrijk? Oké, omdat in je totale gezondheid spelen je darmen een cruciale rol. Daar komt jouw hele leefstijl bij elkaar. Hoe werkt dat? Een hele belangrijke factor is, in je darmen heb je een tweede brein. Dat brein communiceert met je hersenen. En via die hersenen en dat brein in je buik communiceert het ook nog eens met je bacteriën. Nou, op het moment, dus daar is de invloed eigenlijk van stress. Wordt via die manier vertaald in je darmen. Heel veel mensen met stressklachten hebben als eerste vaak ook darmklachten, spijsverteringsklachten. Dus dat is één onderdeel van je leefstijl. Beweging heeft een effect op je darmen. Bewegingsarmoede eigenlijk verstoort je darmwerking. En voeding uiteraard. Nou, die darmintegriteit die is belangrijk. Onder invloed van een zogenaamde ongezonde leefstijl kan die darmintegriteit verloren gaan. En je darm moet je eigenlijk zien als een panzer. Zit er in die darm dat ervoor zorgt dat je beschermd bent tegen alle stoffen die van buiten naar binnen willen. Mm-hmm. Dus je lichaam bepaalt als het goed is zelf wat er binnen en buiten komt. Nou, als die darmintegriteit beschadigt, dan komen er dus stoffen, ongewenste stoffen, over jouw darmbarrière je lichaam binnen. Nou, het gevolg is dat het immuunsysteem dat er vlak achter woont, ja, dat geprikkeld raakt. Dat raakt overprikkeld. Dan ontstaat er een toestand wat ze noemen de laaggradige ontsteking. De low-grade inflammation. Die ontsteking die verspreidt zich door je lichaam. En dan zie je dat er op allerlei plekken in je lichaam ziekteprocessen ontstaan. En een beeld dat ik heel veel zie is dat jonge kinderen hebben oorontstekingen. Die krijgen later astmatische bronchitis-achtige klachten, dus het keel-neus-oorgebied. Eczeemklachten, klachten op de huid dus. Nog weer, vaak zie je op de achtergrond dan altijd wel darmklachten. En dan nog weer latere leeftijd krijg je de reumatische klachten, gewrichtontstekingen. En dat alles centreert zich rond die darm. Nou, wat is nou het mooie wat je kan doen voor die darm is onder andere dat intermittent fasten. Intermittent fasten heeft meerdere effecten op die darm. Eentje via het zenuwstelsel. Intermittent fasting zorgt voor een stimulatie van de parasympathicus. En via de nervus vagus heeft dat een ontstekingsremmend effect en een helend effect in je spijsverteringsstelsel. Ja. Je darmintegriteit wordt beter door intermittent fasting. Is in de mens inmiddels wetenschappelijk aangetoond. En ook het microbioom, dat zijn de bacteriën in je darm, die veranderen in een positieve richting op het moment dat je intermittent fasting gaat doen. Dus herken je dit soort klachten? Een van de eerste dingen die ik zou adviseren, intermittent fasting. En kun je iets zeggen over op het moment dat je zo'n klacht ervaart en je gaat ermee aan de gang, wanneer je enig effect kunt merken op het moment dat aanslaat, dat de oorzaak is? In de praktijk en de mensen die ik heb begeleid, zie ik hele uiteenlopende effecten. Sommige echt binnen dagen merken ze al effect. Ja. Andere binnen 2-3 maanden. Dat scheelt ontzettend per persoon. En in hoeverre het lukt om het niet alleen te vasten, maar ook nog eens op een gezonde manier te vasten. Ja. Maar dan kunnen de effecten echt soms heel snel zijn. Ja. Dankjewel. Maar vrijwel altijd positief effect. Dankjewel. Okay.